Ja, en dan onze gasten. Wie hebben we vanavond, Farah? Aan tafel minister van Staat en dagboekschrijver Leo Tindemans. Karel De Vos, politicoloog aan de Universiteit van Gent. En twee mannen met plannen. Eddy Wouters, de achterkleinzoon van een van de matrozen van de Belgica. En cameraman Manu van der Jeugd. Allemaal welkom. U schrijft dus iedere dag op, nog steeds. Maar in die periode, 81, 89, hebt u dingen gecensureerd? Waren er dingen die in uw dagboek stonden die niet in het boek, die niet in het boek terechtkomen? Ik zal niet zeggen dat tot de laatste letter erin staat, maar het is zeer weinig. Het boek moet later door historici kunnen gelezen worden zonder dat dat schriftvervalsing is of zonder dat er denken dat het romannetjes zijn. Ah ja, dus het is allemaal echt en ook op het moment zelf geschreven. Maar altijd, en dat moet men bij het beoordelen van het boek natuurlijk in acht nemen, men moet zich terugverplaatsen bijvoorbeeld voor die dagboekformule, die notities, in die periode. Mm-hmm. Men moet dus tussen 81 en 89, men moet kunnen zeggen, in 85 oordeelde ik daar als volgt over. Men moet het niet met de psychologie van vandaag doen, want dan zou men verkeerd heel, oordelen. Heel concrete feiten soms. Hè? En dan zou men verkeerd beschuldigen. Mm-hmm. Ja, als u het vliegtuig nam, dat schrift staat er ook allemaal in. Hè? Dus, ja, welk vliegtuig? Maar u hebt waarschijnlijk ook nu nog een dagboek. En schrijft u daar dan ook dingen in over bijvoorbeeld de communautaire dialoog? Ja, natuurlijk. Ja? Natuurlijk. Wat schrijft u als daarover? U de politieke virus hebt, en of ik me daar nu over beklaag of niet, maar ik ben daardoor aangetast, dus dan wordt u aangetrokken door alles wat in die sfeer ligt. En dat is voor België. Ik heb daar zelf bijna het politieke leven bij gelaten. Men wil de mordicus ook tijdens ondervragingen een gelijkenis maken tussen meneer Leterme met zijn voorkeurstemmen en wat ik dus in het verleden ook gehaald heb. Zo. En dan te zeggen, is dat nu hetzelfde? Gaat hij hetzelfde lot ondergaan? U destijds bent dan als premier afgedankt en zal dat nu ook niet gebeuren? Nee, ik heb alleen gezegd dat men ons beiden niet kan vergelijken. Ik heb dus dat aantal stemmen, voorkeurstemmen gehaald, indrukwekkend aantal gehaald. Ja. Nadat ik geregeerd had, nadat ik premier geweest was. Dus men kon mij beoordelen hoe ik mij gedroeg in de regering. Terwijl Yves Leterme voor de verkiezingen stond, dus die had nog niet de verantwoordelijkheid van een regering gedragen. Hij was wel Vlaams minister-president. Ja, wel, dat is dan de foutieve beoordeling van de herinrichting van de Belgische staat. Het regionale mag nooit verward worden met het federale en het federale niet met het regionale. Ja. Maar u zegt terwijl men nu doet alsof dat op hetzelfde niveau ligt. Er zijn heel veel redenen om hem een heel hoge plek in de geschiedenis te geven. Er zijn die fameuze, wat was het, 983.000 voorkeurstemmen in 1979. Heeft niemand hem ooit nadien nagedaan. Je hoort het zelf hier in deze uitzending. Je zit niet alleen een ex-eerste minister, maar dit is ook een intellectueel. Dit is een belezen man die vandaag nog in interviews Karel Friedrich citeert, noem maar op. Het is iemand die op een heel cruciale plek in de geschiedenis, jaren 80 na de val van de muur, op buitenlandse zaken belangrijke dingen heeft gedaan. Die als eerste minister met Egmond Pact een heel belangrijke mijlpaal in de communautaire geschiedenis heeft ontweken of niet, het is hoe je het bekijkt. En die dat is ook heel, heel uniek geweest, die op het moment dat de eerste minister af was, eigenlijk een beetje onverwacht door zijn eigen partij, naar voren werd gestuurd als partijvoorzitter. Mm-hmm. Ik denk dat als je dat allemaal op je curriculum neerschrijft, dat je dan toch wel behoort in de galerie der groten. Mm-hmm. Links is te lui, omdat ik heb het dan vooral, want heel veel mensen die zich links noemen, zullen zeggen, ja, socialisme is niet gelijk aan links. Er zijn nog andere linkse ecologisten en noem maar op. Ik heb het vooral over het socialisme. Ja, lui, omdat daar een gebrek aan creativiteit zit bij heel veel mensen. Het is niet één iemand of een aantal mensen die daarvoor verantwoordelijk zijn. De voorbije jaren is veel te weinig nagedacht over hoe kunnen wij eigenlijk de mensen overtuigen van, want het is een heel moeilijke boodschap, overtuigen van waarden zoals solidariteit, herverdeling. Hoe moeten we een aantal problemen die wij samen hebben aanpakken en vanuit een socialistische visie benaderen? Daar is veel te weinig tijd in geïnvesteerd en dat is ten andere ook niet eens een typisch Vlaams probleem. Je merkt dat ook in andere landen. In andere landen is het dus niet zo dat het heel specifiek aan de Vlaamse linksen ligt, dat ze het daar moeilijk mee hebben. Maar het is zo lastig om vandaag over sociale zekerheid, die in diepe moeilijkheden zit, over collectieve solidariteit, hè, we moeten delen met elkaar. Het laatste woord van deze uitzending is voor u. Maar ik heb hier een paragraaf van de 21 juli 2004. Leest u maar. Een kort stukje.
En nog eens, u moet zich terugplaatsen. Ik weet niet op welk uur 's nachts dat geschreven is. Bij een stemming in de Verenigde Naties over een resolutie die eist dat een deel van de muur tussen Israël en Palestina zou worden afgebroken, bekwam deze stelling een grote meerderheid. Daarop antwoordde de Israëlische ambassadeur bij de Verenigde Naties: God zij dank, ik schreef erachter, ziek, dat is het echt uitgesproken, hè? God zij dank, hangt het bestaan van de staat Israël niet af van stemmingen in internationale instellingen.